En dat is voor zo'n korte periode een opmerkelijk hoge score. Ook burgemeester Abu Taleb, die het verscherpte toezicht 2 maanden geleden aan de bewoners beloofde, is verrast. Je hoort van bewoners heel veel. Je hoort ook van de deelgemeentevoorzitter heel veel, ook van de politie heel veel. En je weet dat als je de schop de grond injaagt, dat je van alles nog wat kunt treffen. En op zo'n minutieuze manier, meer dan 100 woningen, deur voor deur doorzoeken, ja, dan vind je heel veel. En dan stuit je ook op dit soort dingen. Lichtelijk verrast, ja. Er wonen 12 overlastgevende jongeren in de straat. Die worden op een onorthodoxe manier aangepakt. Als ze zich niet beter gaan gedragen, worden ze met hun hele gezin uit huis gezet. Voor een deel gaat het om jongeren die in groepsverband de boel eigenlijk onveilig maken op straat. Ik heb niets tegen jongeren op straat, dat heb ik zo vaak gezegd, dat blijf ik zeggen. Maar als er sprake is van overlast, dan moet dat teruggedrongen worden. En dan is twee van twee één. Of je zorgt ervoor als ouders dat je minderjarige kinderen in de tang hebt. En anders gaan we zware geschut in stelling brengen. Inclusief de mogelijkheid om het huis ook dicht te timmeren. Ja, maar een gezin op straat zetten, is dat de oplossing? Dat kan soms een oplossing zijn, ja. We hebben dat met enige regelmaat meegemaakt, dat je soms een gezin die zorg draagt voor heel veel ellende in een wijk, dat je eruit moet lichten en dan wordt de wijk zo rustig van. En dan kan zo'n gezin op een andere plek rustig gedijen. Dat kan soms wel degelijk een oplossing zijn. In de Eerste IJzerstraat wordt ook het project De Buurt Bestuurd ingevoerd. Dat bestaat al in Hoogvliet, komt ook in de rest van de stad. En het houdt in dat de bewoners mede mogen bepalen waar de politie en stadstoezicht op moeten letten.